gerbera die is gevoelig voor botrytis. En dat treedt op bij een hoge luchtvochtigheid. Hierdoor wordt de bloem te koud en slaat de vocht op de bloem. En daardoor ontstaat een smet. Dat zie je door kleine bruine puntjes. Daar begint het mee. En uiteindelijk trekt het door heel de bloem heen. En dat is dus iets wat we absoluut niet willen hebben. Traditioneel lossen we het op door extra te stoken. We verhogen dan de buistemperatuur. En dan daarna trekken we een kier in het doek om de warme, vochtige lucht naar boven af te voeren. In eerste instantie slaat dat tegen het koude kastdek aan, daar condenseert het. En als dat niet voldoende is, dan zetten we de luchtramen open om extra vochtige lucht af te voeren. De dryger unit onttrekt vocht uit de lucht en circuleert die lucht. Je ziet hier de unit. Bovenin zitten twee ventilatoren. Die trekken 22.000 kuub lucht, karslucht, door die panelen heen. En die panelen die zijn heel koud en daar condenseert het vocht op. Door het inzetten van dryger units kunnen de schermen 100% gesloten blijven. Dat leidt tot een energiebesparing, tot wel 50%, maar ook de CO2 wordt beter binnengehouden. Doordat die schermen dicht blijven liggen, ontstaat er een uniform klimaat, een weerbaarder gewas en het water wat uit de dryger unit komt, kan worden hergebruikt. En dat geldt niet alleen natuurlijk voor gerbera's, maar voor alle gewassen waar vocht een probleem kan zijn. Doordat de vocht wordt afgevoerd door de units, kunnen we de schermen dicht houden. Dit zorgt ervoor dat je een gelijkmatig klimaat krijgt door die schermen te sluiten. En daardoor hoef je niet te stoken wat je in een andere afdeling ziet waar we nog geen units hebben. Daar stoken we om dat vocht kwijt te raken en je ziet daar veel meer temperatuur, schommelingen. Terwijl je bij de dryker unit ziet dat de hele nacht de kasttemperatuur gelijkmatig is. We gebruiken nu 9 dryker units op 3 hectare. En de komende winter gaan we in onze andere kas ook nog 10 units bij plaatsen. Zodat ons hele bedrijf voorzien is van ontvochtigingsinstallaties. Het is ook een duurzame oplossing omdat we 40% op gas besparen en het water wat we terugwinnen weer hergebruiken. De verbeteringen in de teelt is vooral dat het klimaat gelijkmatig is en dat we daardoor een uniform klimaat hebben in de kas en dat we geen koude plekken meer hebben.